Worden de honden tegenwoordig op een andere manier ingezet dan voorheen? Zit je alleen in de auto als je diensten draait met je hond? Kies je zelf voor de hond of wordt deze vanuit de politie toegewezen? Hallo, ik ben Jeroen, ik ben hondengeleider. Tevens baasje van Duco hier achter ons in de auto. Welkom bij Vraagvuur on Tour. Wat doe je als hondengeleider? Ja, als hondengeleider hebben wij in eerste instantie de taak om de collega's op straat te ondersteunen. Dat is vaak als er een bepaalde gevaarsetting aan de melding zit, dat wij meerijden met de collega's. Verder trainen wij één keer in de week gemiddeld met onze honden. Dat doen wij op deze locatie waar wij nu zijn. En daarnaast, buiten dat het verplichting is, is het ook gewoon hartstikke leuk om met je hond bezig te zijn. Wanneer is een hond geschikt om te dienen als politiehond? Een hond die moet in eerste instantie fysiek in goede staat zijn, daar worden ze ook op getest. Verder moeten het moedige honden zijn. Hij moet betrouwbaar zijn naar zijn baas, maar ook naar de collega's. Ja, dat zijn denk ik wel de belangrijkste aspecten waar een diensthond aan moet voldoen. Wat is het spannendste dat je hebt meegemaakt tijdens je werk? Ik heb het wel eens een keer meegemaakt dat ik aan het zoeken was naar een woninginbreker. Mijn hond die kan een heel mooi spoor volgen van de woninginbreker en ik kom bij die man en die gaat er alsnog vandoor en mijn hond die gaat naar die man toe. En uiteindelijk blijkt die man een vuurwapen bij zich te hebben die hij ook wilde gaan gebruiken. Dat konden we net voorkomen. Ja, dat was wel een van de spannendste dingen die ik heb meegemaakt, denk ik. Neem je de politiehond aan het einde van de dienst ook mee naar huis? Onze honden zijn altijd bij ons. Als hondengeleider heb je een kennel in je tuin staan. En thuis wil je ook niet dat je hond een hele sociale hond wordt. Dat hij in huis lekker op de bank gaat liggen en lekker gaat knuffelen met het baasje 's avonds. Want als jij voor je werk ook een woning bijvoorbeeld in moet met je hond, wil je dat hij daar wel gewoon zijn werk gaat doen. Worden de honden tegenwoordig op een andere manier ingezet dan voorheen? Ik denk dat wij wel een omslag hebben gemaakt. Voorheen zag je eigenlijk heel veel onze honden alleen maar gericht waren op het bijten. Het is wel heel belangrijk dat een hond kan bijten, maar het belang daarvan is veel lager nu. We gebruiken hem nu veel meer als opsporingsmiddel dan als geweldsmiddel. Zit je alleen in de auto als je diensten draait met je hond? In de reguliere dienst rijden we altijd solo, ondersteunend aan de noodhulp. Wanneer wij bij evenementen ingezet worden of bij voetbalwedstrijden, heb je wel regelmatig dat je als duo in de auto zit. Kies je zelf voor de hond of wordt deze vanuit de politie toegewezen? Op het moment dat jij als geleider druk van aard bent, dus je bent een druk persoontje, is het meestal niet wenselijk om ook een hele drukke hond te hebben, want dat wordt het meestal niet beter van. Dus er wordt ook vanuit onze trainers wordt er vaak gekeken van wat voor hond past er nou bij een geleider. Dan ga je daar naar kijken en dan heb je ook zelf daar een hele grote stem in van vind ik deze hond bij mij passen, ja of nee. Duco is de wat meer rustigere hond, is niet een hele erg druk te maken. Nou ben ik zelf ook niet een hele erg druk te maken. Dus wat dat betreft gaat mijn verhaal van net niet helemaal op. Nee, maar Duco is eigenlijk heel rustig. Maar die is wel, als hij er moet staan, dan staat hij er. Bedankt voor het kijken voor deze video. Vond je het leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Laat je reacties achter in de comments. En volg dit account.